Nou, lepra is heel goed behandelen. Zodra de diagnose is gesteld, wordt de behandeling opgestart. Het is met antibiotica en dan is het nog afhankelijk van het type lepra wat je hebt. Of dat 6 maanden of 12 maanden moet duren. Dus het is wel een kwestie van volhouden. En dat is natuurlijk voor sommige mensen ook nog best wel lastig. Zeker op het moment dat ze geen klachten meer hebben of geen last hebben van hun ziekte. Dan is het moeilijk om ze te motiveren om die behandeling echt af te maken. Maar dat gaat over het algemeen wel goed. En ja, helaas is dat heel anders voor COVID-19. Want op het moment dat vastgesteld wordt dat je dat hebt, dan kun je niets anders doen dan proberen in ieder geval je contacten niet te besmetten. Voor zover dat al niet is gebeurd. En de rust te nemen en af te wachten hoe het zich ontwikkelt. En we weten inmiddels dat sommige mensen bijna symptoomloos de ziekte doormaken. En andere mensen matig ziek zijn, maar dan na een aantal dagen alsnog in ernstige mate toenemend ziek worden. Ja. En sommige mensen die komen daar dan weer doorheen. En andere mensen die komen inderdaad echt op die IC terecht en moeten beademd worden. En in al die fases kan alleen maar tot nu toe ondersteunende behandeling gegeven worden. Maar geen behandeling die het virus echt uitschakelt.